Mijn naam is Jan Bos. Jullie zijn nu in Woody's in Zwolle. Muziek en eetcafé, food drinks music. Sinds anderhalf jaar gevestigd aan de Melkmarkt 34. Het belangrijkste gevoel dat we gasten mee willen geven is welkom thuis. We zien dit als onze woonkamer, huiskamer. Iedereen is welkom. Die wordt ook als gast behandeld. Mijn vrouw doet de keuken, zij doet ook de inkoop. Zij bepaalt ook grotendeels de kaart. Goede hamburgers, goede schnitzel, goede kip, goede CT. Leuk gepresenteerd, anders dan anders. En met passie bereid. Wij waren op zoek naar een partner die meer levert dan alleen maar producten. Eigenlijk een partner die naast je komt staan, die met je meekijkt, die met je meedenkt. Die zegt, joh, waarom doe je niet zus? Of in plaats van dat artikel zou je dit artikel kunnen nemen. Dus tot nu toe helemaal super. Je kunt gewoon biefstuk bestellen aan de hand van de prijs. Maar wij hebben nu iemand van Food Yard erbij gehad. Die heeft vijf soorten biefstuk meegenomen. Een aantal soorten spare ribs, een aantal soorten schnitzels. En gewoon samen kijken van wat past bij jouw zaak, wat is lekker, wat is makkelijk te bereiden, wat is ook nog betaalbaar. En uiteindelijk is het ook met de leverancier de binding die je hebt met de mensen die er werken. Dus dezelfde binding als die wij met onze gasten hebben. Ja, die binding, als je die ook met Bigfoot hebt, met de mensen waar we nu mee werken. Ja, dan is dat heel makkelijk schakelen, want het is niet elke keer ja maar of nee want. Nee, wat is je probleem? Hoe kan ik het oplossen? Nou, klaar. Dan gaat het erom dat je het snel samen oplost. En dan... Dus ik zou absoluut de Bigfoot aanraden.